Het RTLZ Beursspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters. En op de beurs in Amsterdam staat Dirk Veenstra voor ons klaar voor een tijdloze beleggingsklassieker. Dirk, welke klassieker heb je deze keer voor ons meegenomen? Ja, laat je niet gek maken, inderdaad. Rustig blijven zitten, ook al kan het soms even tegenzitten. Oké, hoezo? Ja, ik ben ook zo'n, laten we zeggen, kleine belegger. Dus ook mij lopen de emoties wel eens dun door de broek als het even misgaat. En dit jaar natuurlijk een prachtig jaar. Het jaar 2021 voor de AIX. We hebben het al over 2020 gehad. Hè, met die grote pandemie-dip, coronadip. Maar ook dit jaar gaan we een paar spannende momenten. Kijk maar even mee, want we hebben toch een aantal dipjes gehad in de AIX. En dan begin denk je, en dan zeg je tegen jezelf, ja, geduld hebben, hoort bij beleggen, dat soort zaken. Het mei-effect, dacht ik toen we in mei een keldering maakten. Ja, in juli van de zomer werd het een beetje lastiger. Welke smoes hoort daarbij? Maar ja, de meest recente dip die we hebben gehad, was toch echt even zo van, shit, wacht eens even, dit gaat in de klauwen lopen. Dit kost mij zometeen een halve keuken. Ik heb plannen voor mijn huis om te gaan verbouwen. Dit gaat zometeen echt centen gaat kosten. Dat is natuurlijk ja, een fout, hè, als je, zoals ik heb gedaan, geld hebt belegd. Nou ja, als je gaat beleggen voordat je met geld, wat je eigenlijk heel snel nodig hebt voor dan bijvoorbeeld de verbouwing van je huis. Ja, dat is niet zo verstandig. Dan kun je misschien beter toch sparen. Hè? Ook al heeft dat zeker geen rendement op, maar het kost je in ieder geval niks. Want Steven, dat ik gedwongen word op het verkeerde moment, hè, die rekening te betalen voor die keuken. En op dat moment is de beurs net in elkaar gekletterd. Heb ik een probleem. Dan zeg ik, dat kost me een halve keuken. Dan moet ik ineens van, laten we zeggen, een op maat gemaakte keuken naar een IKEA-keuken. Is helemaal geen probleem. Het eten smaakt net zo lekker. Maar het voelt even wat pijnlijk wat dat betreft. Dus de les is vooral, blijf zitten. Hou je gewoon aan de regels. Ja, en is dat de beste manier om ook om te gaan met een beurstip? Of komt er binnenkort toch eentje waarbij je weer niet kan blijven zitten? Maar ja, die dip zal er altijd komen. Let op, daar waren ze wel vaker voor. Hè, ook in de normale nieuwsuitzendingen als beurscommentatoren. Van, er komt altijd een dip aan. De volgende recessie of de volgende correctie komt er altijd. Alleen, we hebben hem een hele tijd niet gezien nu. Maar hij komt zeker. Maar niemand durft er een datum op te plakken. Dus gewoon hou je aan de regels van beleggen. Wil je geld beleggen, dan moet je een lange termijn horizon pakken. Hè, van een jaar of 5 of jaar of 7 bijvoorbeeld inderdaad. En dan is beleggen gewoon een verstandige oplossing nog steeds. Want er is nog steeds geen alternatief. Goed. Dirk, dankjewel.